Bij de nationale kampioenschappen wielrennen in Emmen stonden vanmorgen twee Drentse favorieten aan de start bij de junioren dames. Waaronder deze Arianna Pruisjer uit Nieuw-Dordrecht. Ik hoop dat het een zware wedstrijd wordt. En dat ik erbij zit als er ontsnappingen zijn. En anders gewoon een massasprint vind ik ook niet erg. Ja, want daar ben je ook goed in, hè? Ja. Ja. De andere kanshebster voor de titel is de nationaal kampioene veldrijden Fleur Nagegast uit Bijlen. Ik heb niet echt een tactiek, maar ik gewoon voor je meerijden. Het is op sommige plekken best wel smal. En zorgen dat je mee zit op het juiste moment. En attent rijden. Ja, de koers hard maken, moet je dat ook doen? Dat ga ik zeker proberen. Ja. 73 dames gaan dan van start voor een wedstrijd over 5 ronden. In totaal 65 kilometer. En dat in de buurt van Emmen. Een grote groep. Met daarbij natuurlijk alle kanshebbers op de nationale titel. Ook een groot aantal Drentse deelnemers. En we zien al in de eerste ronde een kopgroep van 5 dames. Met daarbij Lina de Jong uit Ubbena. Deze groep blijft heel lang vooruit. Krijgt een voorsprong van maximaal 40 seconden. Maar ziet dan langzamerhand dat het jagende peloton weer wat dichterbij komt. En dat heeft dan tot resultaat dat we even later opnieuw een vluchtpoging zien. In dit geval is het Michelle de Graaf uit Apeldoorn. Zij probeerde het een aantal keren. Wilde wegblijven uit de greep van het peloton. Maar dat is lastig, want eigenlijk kon niemand echt ontsnappen. We kijken hier naar de lus op de Hondsrugweg. Een beetje vals plat, zoals dat heet. En dat zien we dan ook meteen aan het tempo van de dames. Dan de doorkomst in de laatste ronde. En dan zien we 3 dames aan de leiding. Met daarachter een groepje van 4. En dan lijkt het peloton helemaal in stukken te vallen. Maar in die laatste ronde krijgen we toch weer een hergroepering. En dan lijken we af te stevenen op een massasprint. Maar in de laatste kilometer is het toch Nicole Stijginga uit Exmorra die ontsnapt. Zij wint en wordt kampioen van Nederland. Voor Delore Stoogje en Carlijn Swinkels en Fleur Nagegast wordt 4e en mist op een haar het podium. Tot het einde reed Nicole nog weg. En ik dacht eigenlijk dat we er nog wel hier weer zouden terugpakken, maar ze hield het, was knap. Ja, dan komt het uiteindelijk op een sprint voor die 2e plek en dan kom je net te kort, hè? Ja, maar het was niet net. Ik zat nog wel een stukje achter plek 3, maar wel jammer. Ja, het ging wel heel erg goed, alleen in ronde 2 heb ik lek gereden. Dus ik ben niet teruggereden met de auto, dus ik dacht ik rijd gewoon door. En in de laatste ronde, dat kost het zoveel moeite, zoveel kracht.